Hoe lukt het sommige mensen om gezond ruim 100 jaar te worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, hallo allemaal. Ik wil jullie graag meteen introduceren aan mevrouw Henny van Andel Schipper. Zij werd in 1890 geboren en zij stierf in 2005. Zij werd dus 115 jaar. Maar alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, zij werd 115 jaar terwijl zij geen spoortje van dementie had. En dat is echt heel erg bijzonder, want de kans om dement te worden wordt steeds hoger met toenemende leeftijd. En er zijn ook mensen die zeggen, als wij nou niet zouden sterven aan allerlei andere ziektes, dan zouden we uiteindelijk allemaal dement zijn. Maar wat is nou eigenlijk dementie? En ik heb hier het hersenen meegenomen. Dit zijn de hersenen van een gezonde vrouw van 70. U ziet hier de hersenschors. Dat is de grijze stof. En aan de binnenkant ziet u de witte stof. De grijze stof bestaat eigenlijk uit kleine celletjes waarin allerlei informatie wordt opgeslagen over bijvoorbeeld woorden of over waar heb ik mijn sleutels laten liggen of over hoe je moet lopen. En de witte stof verbindt die celletjes met elkaar, zodat je al mopperend je sleutels kan zoeken. Je kan dus zijn met zulke hersenen. Wat gebeurt er nou als je dement wordt? Dit zijn de hersenen van een demente vrouw van ongeveer 70. Wat allereerst meteen opvalt, is dat deze hersenen een stuk kleiner zijn. Hier ziet u de ventrikels. Daarin wordt het hersenvocht opgeslagen. Die zijn een stuk groter geworden dan bij die gezonde hersenen. En hier ziet u de hippocampus. Daarin wordt het geheugen gedaan in de hersenen. En daarin zijn zelfs gaten ontstaan. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Deze hersenen zagen er aanvankelijk zo uit. Dus tijdens het proces van de dementie zijn er allerlei cellen verloren gegaan. En die krijgen we ook niet meer terug. Dus als we echt iets willen doen aan dementie, dan moeten we ervoor zorgen dat die celdood die in deze hersenen heeft plaatsgevonden, niet meer plaatsvindt. Want wat we eigenlijk willen doen, is dat we allemaal zo lang mogelijk zulke hersenen behouden. Nu is het zo dat er ontzettend veel onderzoek wordt gedaan naar dementie, maar vooral naar die hersenen. En ik denk dan bij mezelf, waarom doen we nou niet onderzoek naar deze hersenen? We willen natuurlijk weten hoe het komt dat sommige mensen extreem lang kunnen leven met gezonde hersenen. Hoe kan dat nou? Nou, dat is de vraag die ik graag wil beantwoorden. Mevrouw van Andel werd 115 en zij was niet dement, dus zij is bij uitstek iemand waarvan we dan kunnen leren. En het mooie was dat mevrouw van Andel ons al wat heeft geleerd. Want toen zij 82 was, heeft zij haar lichaam opgegeven voor de wetenschap. Maar toen kon zij natuurlijk nog niet weten dat ze 115 zou worden. En toen ze 112 was, toen dacht ze bij zichzelf, ik ben nog enigszins frailer geworden, zouden ze me nog eigenlijk wel willen? En dat heeft ertoe geleid dat zij heeft laten bellen naar de Universiteit van Groningen, waar ze naartoe zou gaan. En toen heeft opgenomen de telefoon mijn vader, want hij was op dat moment hoogleraar neuroanatomie. En in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de lichamen die gebruikt werden in de snijzaal voor de medische studenten. En toen hij hoorde dat ze 112 was en helemaal niet dement, is hij naar haar toegegaan en heeft hij kunnen vastleggen hoe goed haar hersenen nog functioneerden. En hoe doe je dat eigenlijk? Daar hebben we neuropsychologische testjes voor. En een hele belangrijke, meest gebruikte test is de Mini Mental State Examination, de MMSE. En ik zal u laten zien hoe dat werkt. Ik ga u 3 woorden geven. En u moet ze goed onthouden, want ik ga ze straks weer bij u terugvragen. De woorden zijn wolk, auto en hoed. U kunt zich voorstellen dat als ik die straks bij u terug ga vragen, dat het mij iets vertelt over hoe goed uw korte termijn geheugen nog werkt. Nou, zo kunnen we op allerlei verschillende testjes doen om verschillende hersenfuncties te meten, de functie daarvan. Mevrouw van Andel
die kon 27 punten scoren op de Mini Mental State Examination. En zij scoorde op haar 112e 27 punten. Ongelooflijk, 112. Een jaar later zijn ze teruggegaan en hebben ze nog een keer bekeken. En toen scoorde ze 26 van de 27 punten. Zij was dus echt helemaal niet dement. En daarnaast had zij ook haar lichaam opgegeven voor de wetenschap. Dus na haar overlijden, toen ze 115 was, was het dus ook mogelijk om in haar hersenen te kijken. We weten dat Alzheimer-eiwitten zich ook opbouwen tijdens het leven. En je hoeft niet per se dement te worden als je een beetje van die Alzheimer-eiwitten hebt. En hier kijken we naar een doorsnede van de hersenen. En we zien dat het eiwit tau, wat zich ophoopt in de hersencellen tijdens het leven, dat begint helemaal aan het begin en loopt tijdens het ziekteproces, wordt het steeds meer. En we denken natuurlijk dat als je steeds ouder wordt, krijg je dus ook steeds meer van dat tau-eiwit. Maar mevrouw van Andel had een stadium 2, zoals het daar wordt laten zien. Dat is heel raar voor iemand die 115 is, om maar een stadium 2 te hebben. Hoe kan dat? Waarom worden sommige mensen dement op hun 70ste en worden anderen 115 en hebben ze nooit ergens last van? Bouwen ze misschien die eiwitten langzamer op? Hebben ze misschien een ander soort van dat soort eiwitten? Kunnen ze er misschien veel beter tegen? Wassen ze die eiwitten beter weg of is het misschien iets totaal anders? Mevrouw van Andel gaf ons al eigenlijk een aanwijzing, want haar moeder overleed ook op 100-jarige leeftijd. En ook zij was niet dement. Zou het misschien in haar genen gezeten hebben? We zien het wel vaker binnen families, dat er meerdere familieleden extreem oud worden en niet dement. Maar welke genetische factoren zijn dat dan die dat zo veroorzaken? Want die willen we natuurlijk wel weten. Het erfelijk materiaal van alleen mevrouw van Andel is dan niet genoeg om in te kijken. Dan moeten we dus veel meer mensen hebben die net als zij extreem oud zijn geworden en niet dement. En dat wil ik graag doen. Daarvoor moest ik wel eerst eventjes wat huiswerk doen. Ik wilde graag kijken naar hoeveel 100-plussers zijn er eigenlijk in Nederland. Want dan moet ik natuurlijk wel eerst weten of er wel mensen zijn waar ik onderzoek naar kan doen. En zoals jullie kunnen zien, het aantal 100-plussers, dat wordt steeds en steeds meer. En dat komt natuurlijk doordat er steeds betere medische voorzieningen zijn, waardoor mensen steeds ouder worden. En op dit moment zijn er ongeveer 2000 100-plussers in Nederland. En helaas voor u mannen, 12% is een man. En dat komt omdat de mannen die geboren zijn aan het begin van vorige eeuw bijna allemaal hebben gerookt. En maar 30% van de vrouwen. Dus gaandeweg zijn alle mannen overleden, althans een heel groot deel van de mannen, overleden aan rookgerelateerde ziektes. Dus als je één ding niet moet doen om heel oud te worden, niet roken. Van alle 100-plussers woont de helft nog zelfstandig. Dat is een goed teken voor mij, want dat kan ook niet zomaar. En 22 van de 100-plussers rijdt nog auto. En dat zijn natuurlijk de mensen die ik heel graag wil spreken. Want als je nog auto kan rijden, dan moet het in de hersenen ook wel goed zijn. Het heeft ertoe geleid dat, of deze data-aantal heeft ertoe geleid dat ik in 2013 het 100-plus onderzoek ben begonnen. En het doel van het 100-plus onderzoek is dat we overkoepelende factoren willen vinden die het brein tot op hele hoge leeftijd in stand kunnen houden. En die voorkomen bij mensen die niet dement zijn geworden, maar niet voorkomen bij mensen die wel dement zijn geworden. Of andersom natuurlijk. Het doel wat ik wil bereiken is, ik wil in ieder geval 500 niet-demente 100-plussers in onze studie includeren. Nou, hoe doen we dat eigenlijk? Ten eerste komen we in contact met de 100-plusser en ook met hun familie. En we gaan bij de mensen op bezoek. Allereerst maken we een stamboom. Hoeveel mensen zitten er in de familie? Wie daarvan is dement geworden? Hoe oud zijn mensen geworden? We vragen of mensen gerookt hebben, of mensen gedronken hebben, waar ze gewoond hebben. Allemaal van dat soort vragen over hoe heeft u geleefd. Uiteraard willen we ook heel graag kijken in het bloed. Niet alleen kunnen we daar het erfelijk materiaal uit isoleren, maar we denken ook dat het immuunsysteem een grote rol speelt bij het in stand houden van de hersenfuncties. Daarna,
komen we een week later terug bij de 100-plussers en nemen we allerlei neuropsychologische testjes af. En dat doet mij eraan herinneren. Ik heb u net 3 woorden opgegeven. Ik vroeg me af, weet u ze nog? En ik vraag het aan jou. Wolk, auto en hoed. Nou, jouw hippocampus functioneert nog prima. Jouw korte termijn geheugen doet het nog. En dat is ook wat de 100-plussers gelukkig over het algemeen laten zien, daar waar wij op bezoek komen. Wij gaan ook jaarlijks weer terug om te kijken of de stand van zaken inderdaad gehandhaafd is gebleven tijdens dat jaar. En uiteraard willen we ook heel erg graag in de hersenen kijken. En ik had het nooit durven dromen, maar op dit moment hebben we 220 100-plussers kunnen includeren in de studie. En 30% daarvan is bereid hun hersenen te doneren na hun overlijden voor ons onderzoek. Dat is een schat aan informatie. En u mag best weten dat ik ontzettend trots erop ben dat wij de mogelijkheid hebben om in zulk mooi materiaal te kijken. Ik laat u nu een filmpje zien van de heer Dijkema. Meneer Dijkema is 103 en hij werkt nog in de tuin. Toen ik bij hem langskwam, toen liep hij met grote passen door de tuin en toen zei hij tegen mij, let even op die takken die daar liggen. En ik dacht echt, ongelooflijk. Hier meneer Dijkema. Wat vond u ervan? Nou, het is heel slordig getekend. Wilt u zoveel mogelijk groentesoorten opnemen? Ja. Oké, begint u maar. Sla, spinazie, boerenkool. Dit was meneer Dijkema die een van de neuropsychologische testjes aan het doen was. Wij hebben dus inderdaad, wat ik al zei, nu 220 100-plussers in onze studie mogen includeren. Gemiddeld kregen de mensen uit hun geboortegeneratie zo'n 3 tot 4 kinderen. De 100-plussers in onze studie kregen ook gemiddeld 3 tot 4 kinderen. Ze zijn wel hoger opgeleid. Het waren over het algemeen kloeke Hollanders. En ze dronken net zoveel als hun generatiegenoten. De vrouwen rookten ook net zoveel als hun generatiegenoten. En de mannen, waarvan van hun generatiegenoten bijna iedereen rookte, 72% van de 100-plus mannen heeft gerookt, dus ietsje minder. En van de hersenen die tot nu toe gedoneerd zijn, zien we dat er toch behoorlijk wat eiwitopbouw is in de hersenen. Maar op een of andere manier hebben ze daar dan geen last van. Hoe kan dat? Nou, wat we zien dat vooral het grote verschil is, is de erfelijkheid. Als we kijken naar hoe oud de zusjes zijn geworden van de 100-plussers, dan zien we dat ze gemiddeld 10 jaar ouder zijn geworden dan de vrouwen uit hun generatie. Als we kijken naar de broertjes, dan zien we dat ze gemiddeld 5 jaar ouder zijn geworden dan de mannen uit hun geboortegeneratie. En dat komt waarschijnlijk omdat dat broertje gerookt heeft. Dus welke genen zijn nou eigenlijk beschermend? Want dat willen we eigenlijk weten. Nou, we weten uit het dementieonderzoek dat er een aantal genen zijn die de processen in de hersenen negatief beïnvloeden. Maar we kunnen ons natuurlijk nu de vraag stellen, zijn er ook genen die de processen positief beïnvloeden? En er komen nu steeds meer voorbeelden van dat er inderdaad positieve genetische varianten zijn. En wij hebben natuurlijk nu een groep verzameld die ontzettend verrijkt is met deze positieve genetische varianten. En we willen ze dus gaan zoeken. Het probleem is alleen met genetisch onderzoek dat het behoorlijk complex is. Je krijgt 3 miljard bazenparen van je moeder en je krijgt 3 miljard bazenparen van je vader. En tezamen vormen die miljarden bazenparen ons genetisch materiaal. En als we dan willen weten welk elementje daaruit ervoor zorgt dat iemand extreem oud kan worden zonder dementie, is dat nog niet zo simpel. En we werken dan ook samen met allerlei mensen, zoals met de TU Delft bijvoorbeeld, om dat uit te zoeken. Dus als we dan uiteindelijk die positieve genen kennen en die negatieve genen kennen, dan kunnen we die kennis gebruiken om te kijken naar wie heeft er de meeste kans om dement te worden en wie heeft er de meeste kans om juist heel oud te worden zonder dementie. En op die manier hopen we uiteindelijk dat dit proces voorkomen gaat worden. Dat we voordat dit proces gebeurt al kunnen ingrijpen. En de
hersenen die de 100-plussers aan ons onderzoek doneren, daaruit kunnen we leren hoe we moeten ingrijpen. En ons doel is dan ook om een grote bijdrage te leveren dat u hier allemaal, zoals u hier zit, net zo oud kan worden als mevrouw Van Andel. En vooral ook op de manier waarop. Zonder dementie. Wil je meer weten over het thema de dood? Kijk dan ook naar alle andere colleges.